Hey, nog maar een keer. Dat is het leuke als je het koppelt naar het rijden. Nu is je bekken te ver naar achter. Ja, goed gezien. Wat zijn je bekken nou ook alweer? Dat. Je heup zo. Je kan tot je recht. Ja, dat is te veel naar voren. Niet aan je kleren. Sorry. Nee, maar er verandert niks. Dat is echt niet. Voor mijn gevoel verandert. Even strekken. Ja, ja, lekker. Super, super. Heel goed. Zo is die wel echt. En weer los. Heel goed. En Daan is ook te vol. Hoe? Je moet omhoog, omhoog, omhoog. En nu moet je je bekken iets mijn kant op doen. Ja, toch mijn kont aanspannen. Nee, iets naar voren doen. Je moet iets bekken, want dan, je bent niet recht. Ja, dat is beter. Precies. En nou nog heel een beetje knikje uit je hoofd. Ja, ja, ja. Perfect. Ja, heel goed. En nu 10 minuten voorhouden. Ja. Ja. 10 minuten verder. Dus net als met een paardrijden ga ik juist Mario Vleitings. Kleine details. Dus jij hem traint super goed, maar je hoofd net niet zo. Je weet het hier. Ja, dan is weer die schouder die vastgaat. Trainen. Ja. Dus heel precies trainen. Super precies. Basketbal. Oh, basketbal. We hebben basketbal. Op een regenboog. Natuurlijk. Blanken. Oh, een regenboog. Ja, oh, die gingen we net doen. Ja. Oh ja, maar die heb jij net gedaan. En dan als dat lukt, zak je door. Elleboog blijft bij je lijf. Ja. Als je niet komen vast, je gaat omhoog. Blondie mist me. Volgens mij moet ik teruggaan. Oké. Okay. Ik had de kleuters wel. Maar het gaat er weer om de details. Ah, ik heb een beestje. Oh ja, nee, nu kan ik niet meer sporten. Wat mooi. Heb je dat? Dat heb je. Kijk, ik heb het goed achter je. Ja. Oh, dat was ook wel een leuke plek. Ja, door. Dat heb ik net niet op film. Ah, nu ligt hij op zijn rug. Laat hem gaan. Ga door, kom. Doei. Okay. Rijmer is helemaal helder voor ons. Doei. Ja, oké. Kom dan. Allemaal afleidingsmanoeuvres. Toch? Maar dan ben ik altijd zo omhoog. Iets in je schouders. Dit is moeilijk, hè? Dit is heel moeilijk. Ja. Ik hou die bal niet recht. Voor jou is deze eigenlijk te moeilijk. Moet je eerst die plank op je handen gewoon kunnen. Je doet hem nu op je ellebogen, hebben we net gedaan. Ja. Daar moet je hem eerst gaan trainen. Ja. Dan ga je het zelf proberen op je handen en dan pas met die bal. Ponk! Ponk. Jij bent met die bal. Ja, en zak maar. Super. Heel goed. Dat is heel mooi. In je koor aan. Toch is de bekken gekanteld hoor. Ja, ik ga hem eens uit mijn rug halen. Het is lager dan de andere kont. Oké. Okay. Doe nog eens. Nee, je kont is lager dan je kont zo ongelijk. Mijn kontdeel is lager dan jouw kontdeel. Ja, toen jij zegt ik ga hem uit mijn rug halen. Ik dacht een beetje jouw natuurlijke curve was. Maar dan moet die ook hoor. Die iets aanspannen, zodat hier de bolle wordt. Ik heb heel snel een holle rug. Ja, dus probeer... Zak maar. Zak maar. Zak en nu maar. Kantel je. Je kantelt, zak je maar. Kantelt. Zo. Het is wel gekanteld hoor. Grappig, ik zie er helemaal recht met mij. Ja, maar als je hier komt en als je dan kijkt, zie je dat ze net gekanteld is. Doe nog eens. Ah, ik kan niet meer hoor. Okay. Nee, wacht. Even mijn armen twee te de rust en doe nog een keer. Het is makkelijk praten hier vanaf deze. Ja, zie je de zin hoor. In de kant hoor. Ja, ga je ook planken? Geweldig. Kijk, nu is ze recht. En nu kantelt ze al, zie je dat? Oh ja. Zie je? Ja, naar rechts zakt ze af ietsje. Ja, ja, precies. Ja, nu niet. Ja, nu is het goed. Nu is het inderdaad. Goed. Ja. Nou, je rug weer is bollen. Ah. Je weet waar je op moet letten. Ja, dit, ja. We kunnen ook de leeuw doen. Nou, als je dit goed kan, voordoen met de bal, wat je dan kan doen, dat is next level. Daar. Je laat je goed zorgen dat je recht, dus niet te ver voor je, maar recht om je schouders hebt. En dan laat je je, het behoud van je. Oh, ik heb thuis zo'n wieletje ook. Wow. Ja, dat wieletje heb ik ook wel een keer gedaan. Nee, dat is makkelijker dan met een bal. Ja, met een bal is echt killing. Je kantelt, Bas. Ik ken maar 3 mensen in de opleiding die dit kunnen. Het zijn allemaal dames. Oh, ik ga oefenen hoor thuis. Dat is leuk. Probeer maar eens. En dan eerst... Ik dacht ik ga thuis eerst oefenen. Eerst dit, dat is moeilijk genoeg. Dat je hierop laat vallen. Ja, je laat hem over je onderarm rollen. En dan geef je het gewoon op. Doe je het opnieuw. Terug, dat gaat toch niet. Nou, dat opgeven, dat lukt wel denk ik. Ja, daar ben ik goed in. Stap 1. Geef vooral op. Weet je, als je die oefening kan, terwijl je dus recht blijft, ja, niet je kont omhoog steken en dan terug kan, dan kan je echt zeggen, mijn core is ja, goed. Maar thuis, je hebt ook nog, je bent er bijna. Nog een keer. Of nog een keer, doe maar. Doe. Ja, dat had je niet gezien, ik had het net al gedaan. Okay. Dat is ook een stukje durven loslaten, zeg maar. We kunnen hem in slow motion zetten. Maar je begint zo met je handen, of wel echt zo? Ik begin zo. Mag ik hem eerst eens op mijn knieën doen? Ja, ja. En je denkt, ik moet het heel erg uit mijn armen halen, maar dat is helemaal niet waar, want je rust gewoon op je armen. Ja, precies. Oh, dit is wel goed. Dit is wel goed hoor. Top. Ja, nou, voilà. Ja, zo doen. Ja, gewoon dan meepakken elke keer en dan ja, kan je hem op een gegeven moment op je voeten. Ja, ja, top. Top. Nou, dat is wel mooi al. Oké, dat waren de plank dingetjes. Moet ik even nadenken, wil ik nog eens zien. Structuur hebben we gedaan, symmetrie hebben we gedaan. Conditie heb je gedaan. Wilt u met de bal nog iets? Nou ja, dat is, ja misschien wel. Ik heb meer zoiets, dat doet iedereen al. Dit zijn dingen die niet iedereen doet. Ja. Ja, hij is heel hoog voor die meiden, denk ik. Ja, misschien, ik weet niet wat jij ermee doet. Ik heb er thuis ook zo eentje hoor. Want ik merk heel erg als ik een lagere heb, dan ben je niet dingen aan het doen als dat je op een paard zit. Oh, ja, precies. Dan ga je onder je knieën zitten. Ja, wat gewoon sowieso goed is om terwijl je tv zit te kijken en niet op een stoel gaat zitten, met je juf gaat zitten. Dit is al nuttig. Ja. En het is natuurlijk heel goed om je bekken, zeg maar, je middenlijf los te draaien, maar ook daar symmetrisch in te worden. Want zoals jij zei, ik zak snel die kant in. Kijk, dan doe je dus eigenlijk dit, hè? Ja. Dat doe ik dan eigenlijk ook. En want in dat planken ging ik natuurlijk ook met mijn rechter heel lager. Ja. Kun je dat weer heel goed trainen. Hè? En kijk, als je je voeten van de grond haalt, dan kom je er meteen achter welke kant je opzakt. En dat kan je dan compenseren om recht te blijven. En dan train je dus de spiertjes die je uitbalanceren in de centerlijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan zit. Doe dat maar even. Ik doe altijd zo thuis. Oké. Op je knieën. Ja? Ja, dat is ook heel goed voor je core. Dat is heel moeilijk. Dat is wel leuk. Cross niet cross. Ja. Ja, dat is ook knap. Kun je dat knap. Dan zie je je knieën dat je naar links hangt. Ja. En dan, maar dat is doe hem nou zittend. Nee, dat kan ik niet. Dat doe je te paard nou. Dat oefen ik nooit. Op het moment dat je het natuurlijk los moet laten, dat... Ja, en dan wat je lichaam het eerste doet. Bij mij is dat ook naar rechts zakken, dus dat moet compenseren. Ja, super. En als je dat nou ook nog eens wilt doen, onafhankelijk, blijf maar zitten. Oh, met ook nog van die gewichtjes? Ja, de stuurtrain tegelijk. Hou je handen in paardrijpositie. Handen symmetrisch. Kijk, dit is natuurlijk wat gebeurt. Je zakt naar één kant en je andere hand, je hand doet dit. Ja. En je wilt dus niet met je handen compenseren. Dan ga je helemaal erachter zitten. Dan moet je inderdaad gewoon zo'n grote bal hebben, want je moet loszitten. Ja, ja. Elleboog, ja, gelijk je dingen. Ja, precies. Je linker. En een paraplu voor je nodig. Linkerhand laag. Oh! Helder. Moet ik anders even naar de auto rennen voor een paraplu? Ja. Moet ik als... Nee? Mag jij? Oké. Snel afronden hier. Ja, eerst zonder gewichtjes en dan eerst als je voeten los en voelen waar je lichaam naartoe zakt. Links naar achter. Links naar achter? Ja. Dan moet ik helemaal naar achter vallen. Ik ga heel erg naar achter toe. Ja, komt. Jouw neiging is dit. En als jij dit doet, dan ga je naar achter. Dus als je dit doet, kom je naar voren op die bal. Dus hier leer jij ook al niet ingezakt te zitten, maar rechtop te blijven. Ja, precies. Goed zo. precies. Maar dan ga ik toch weer naar rechts toe. Ja, dat moet je dus afleren. Ja, en dan ga je... Nou, voor jou ook een grote bal lopen. Dan mag je gewoon nooit meer op de tand zitten dan op de bal. Sorry Tess. Ik neem gewoon die bal mee naar school. Het maakt niet uit wat mensen van me denken. Ik ga altijd die bal naar school. Geef me nou de gewichtje. Hi. It's raining. Nou, ik kijk gewoon vanaf hier. Ellebogen bij je lijf. Handen bij elkaar. Iets lager. Iets lager nog. Beide. Yes. En nou, ik ga dan de bal been geven. Gelijke hoogte, dat doe je dus bij je paard ook. Ja, goed zo. En laat maar los.